Ik ben Leandra, videograaf, ondernemer en moeder van twee jongens. Ik had al vanaf jongs af aan een kinderwens. Op mijn 25ste kreeg ik een kind met mijn grote liefde en werd deze wens werkelijkheid. Vader was het eerste jaar de kostwinnaar. Ik nam het grootste deel van de zorgtaken op me en in de kleine uurtjes zette ik alles op alles om na dat jaar ook daadwerkelijk weer financieel onafhankelijk te zijn. Een pittige tijd, die uiteindelijk 3 jaar heeft geduurd en waarbij een sociaal vangnet meer dan nodig was. Inmiddels draag ik voor 70% de zorg voor de kinderen en draag ik financieel het meeste bij. Gelukkig kan ik dat. Ik ben gezond, krijg hulp van mijn ouders, creëer en krijg genoeg kansen op werkvlak. Maar het is niet makkelijk. De combinatie is een continue puzzel. En elke keuze die ik maak gaat ten koste van iets anders. In Nederland is slechts 53% van de vrouwen financieel onafhankelijk. Dat komt onder andere omdat vrouwen nog 1,5 keer zoveel besteden aan onbetaalde zorg als mannen. Deze zorgtaken zorgen in veel gevallen voor stress. Meer dan 1/3 van de werkende ouders ervaart stress door de combinatie van werk en zorg. En 750.000 mantelzorgers zijn zwaar of zelfs overbelast. Veel van deze mensen zijn aangewezen op ons maatschappelijk systeem. Maar hoe werkt dat systeem precies? En welke consequenties heeft het systeem voor vrouwen die betaald werk met onbetaalde zorgtaken combineren? Ik ben op zoek gegaan naar antwoorden en heb 3 vrouwen ontmoet. Zora, Marcella en Hanna. 3 vrouwen die een gezicht geven aan de Nederlandse huishoudens waarin zorgtaken een grote rol spelen. Nou, ik ben moeder van 6 kinderen. Ik heb een dochter van 25 en een zoon van 19 die het huis uit zijn. En ik heb nog een zoon van 15 en een dochter van 13 en een dochtertje van 9 en een zoontje van 7. Die wonen nog allemaal thuis. Dus lekker volle huis, lekker druk, gezellig druk. Ik ben alleenstaand sinds een jaar of 7 nu. Vroeger, ja, ik was een vrolijke meid. Ja, heel actief. Ik zat op school, ik volgde een opleiding, ik had een bijbaantje. Ik wilde heel graag verpleegkundige worden. Daar heb ik ook 2 jaar voor gestudeerd. En op een gegeven moment ben ik gestopt. Ik heb toen eerst op een kantoor gewerkt. Daarna ben ik in een restaurant gaan werken, een Japanse restaurant. En toen leerde ik mijn ex ook kennen. Ja, en in dat jaar ben ik ook getrouwd. Ja, ik werd ziek en toen heb ik een tijdje dus in de ziektewet gelopen. En ja, daarna wilde ik heel graag weer gaan werken, maar dan had ik ondertussen alweer 2 kinderen. En combineren met een oppas en werken, dat zou niet gaan, omdat de oppas dan gewoon te duur zou worden en ik eigenlijk geen opleiding had afgemaakt. Ja, ik zou heel graag willen werken. Ja. Alleen als ik nu zou moeten gaan werken, dan zou ik dat part-time moeten doen. Want ik heb nog jonge kinderen die naar school gaan en die moeten daarna opgevangen worden. Dus ik heb 3 kinderen die dan naar de opvang zouden moeten gaan. En, wat ik dan wel weet, dat er wel een deel wordt vergoed. Maar ja, dan blijft het toch wel die eigen bijdrage best wel hoog. Ja, en de kinderopvang, dat wordt volgens mij ook alleen maar vergoed als je bepaalde uren werkt. Ja, en ik weet ook niet hoe dat precies zit. Dat is denk ik ook een drempel voor heel veel ouders, moeders, die dat niet weten hoe dat systeem werkt. En die dan zoiets hebben van, ja, als mijn kind naar de opvang gaat, moet ik heel veel inleveren. Dat kan je gewoon er niet bij hebben. Ja, mijn kinderen die vroegen me laatst, mijn jongste kinderen dan, die vroegen me laatst, mama, waarom werk je niet? Ja, en dat raakte me wel, want ik had vroeger ook de droom om ook later een baan te hebben. Maar door omstandigheden is dat helaas niet gegaan zoals ik graag zou willen hebben. Vooral de afgelopen 4 jaar heb ik echt alleen maar voor mijn kinderen. Ja. Ja. Nee, je bent alleen bezig voor je kinderen, met je kinderen. En je cijfert jezelf eigenlijk weg. Ik ben trots hoor, dat ik de moeder ben, dat ik het allemaal doe. Gelukkig, en dat het me ook nog wel lukt, maar het is wel soms zwaar. Ja. Ik weet het niet, weet je. Ik heb ook geen spijt van hoe het allemaal verlopen is en hoe het nu is zeg maar. Maar het is wel het systeem waarin wij zitten. Snap je? Dat vind ik wel jammer dat niet rekening wordt gehouden met over die alleenstaande moederspoed. Dat ze willen gaan werken, maar toch
niet meer gaan verdienen of beter begeleid worden met een bepaald goed inkomen of zo. Dat je dan zoiets hebt van, ja, dat ga ik maar doen. Want ja, laten we gewoon eerlijk zijn, je moet ook gewoon wat eraan verdienen. Het draait toch ook om het geld. Ik bedoel, als ik die 1000 euro ga krijgen en ik moet al om 9 euro op mijn werk zijn en dan voor 2:30 stressen terug zijn, dan ga ik dat niet doen. Snap je? Dus dat is gewoon de waarheid, helaas. Dus daarom word je dan gewoon in die hokje gezet en daar blijf je dan ook. Mijn zoontje die zei laatst ook, zat met mij in de auto en die maakt echt rare geluiden en iedere keer die banden lek en weet ik voor wat allemaal. En op een gegeven moment hoorde hij een bepaald geluid in die auto. Als ik dan van naar rechts draai, zei die mama, die auto is helemaal op. Maar die gaat maar door zoals jij ook gewoon doorgaat. Zal de deur rustig aan? Ja. Loop je straks gewoon rustig terug? Die mensen die al heel lang in uitkering zitten. Je weet niet hoe je weer een betaald baan moet gaan krijgen of zoeken of vinden. Of de salaris die je dan gaat krijgen. Dus dan blijven mensen erin. Ja, weet ik van wat te gaan doen. Het leuker maken, weet je. Voor mezelf, het is... Ja, gewoon bezig zijn met goede, met leuke, goede dingen. En dat is dan... Dat je weer een beetje gewoon een soort van op de arbeidsmarkt komt of zo. Ik weet niet in welke vorm dat ook is. Je wil toch een beetje een soort van verandering hebben. Dat je niet in het cirkeltje blijft. Ja, want als je heel lang in dat cirkeltje zit, dan weet je en ken je ook niet beter. Dan is het gewoon heel moeilijk om eruit te komen. Ja, en dat wordt ook niet echt gestimuleerd vanuit bepaalde instanties. Dat je dan beter van zou moeten worden en dat je dan eruit komt. Ja, waar ik gelukkig van word is natuurlijk dat je kinderen het goed gaan doen. Nou, beter dan wat ik tot nu toe heb bereikt. Ik ben trots op mezelf, want ik ben toch moeder. En ik probeer mijn best te doen. Maar ja, je hoopt natuurlijk wel dat je kinderen niet in dezelfde voetstappen gaan treden. Want je wilt gewoon dat ze een opleiding volgen en dat ze ook een baan hebben. En dat ze niet in een uitkering terechtkomen, want die situatie wil ik ze niet in hebben hoor. Dat is echt geen pretje. Je hebt hier een sok in de bellenschermers. Ga maar eens zien. Lukt die om mij dan? Ja. Het wordt me duidelijk dat Zora niet weet waar ze zou moeten beginnen bij het vinden van werk en regelen van opvang. Omdat ze al een tijd een uitkering heeft en de zorgtaken haar hebben ingehaald, is ze bang om die veiligheid in gevaar te brengen. Ondanks het feit dat ze me vertelt dat ze met veel plezier kookt als vrijwilliger en zelfs een korte opleiding heeft gedaan, weet ze niet hoe ze verder moet komen, waardoor ze blijft waar ze is. Voor haar is het met name onduidelijk hoe het systeem rond de kinderopvang werkt en of ze dat kan betalen. Ook is ze bang om toeslagen kwijt te raken. Ze is hierin niet de enige. Voor een derde van alle ouders levert de manier waarop kinderopvang in Nederland is georganiseerd financiële stress op. En voor 33% van alle ouders zijn hoge kosten een reden om er geen gebruik van te maken. Ik ben Hanna Berend, ik ben 30 jaar. Ik woon in Oost. Ik kom zelf uit Jordaan, ben in Amsterdam opgegroeid. Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis, UMC Utrecht, als HIV-consulent. En dan ben je eigenlijk specifiek alleen maar gericht op mensen met HIV-AIDS. En het is polyklinisch, dus mensen komen bij mij op afspraak om te praten, vooral over psychosociale dingen. Ik vind het onwijs interessant. En ook alle onderwerpen die erbij horen als seksualiteit en ouder worden en nieuwe relaties weer aangaan. En ook heel erg acceptatie van wat er is. En dat leer ik ook ontzettend veel van. Mijn moeder heeft bloedkanker, heet ziekte van Kahler. En wat het inhoudt is dat het bepaalde cellen overwoekeren in je lichaam en dat belast het lijf, vooral je organen. En vervelende is, het is een vorm die niet weggaat, dus ze moet haar hele leven lang chemo blijven slikken. En dat is belastend en wetende ook voor ons als gezin dat het weer terug gaat komen. Voorheen werd ik als verpleegkundige in de wijk, in de GGZ. En daar was ik net een maand mee begonnen en toen werd mijn moeder ziek. En toen, om dat mantelzorg wel te doen, heb ik uiteindelijk besloten om te stoppen bij dat werk en ontslag te nemen. Omdat het niet te combineren was. Ik heb 2 weken zorgverlof opgenomen. En dat staat in de CO, dat mag je allemaal opnemen.
En toen heb ik zelf ook nog wat dagen of wat vakantietijd of zo ingepland om in ieder geval er te zijn. En uiteindelijk, ja, toen het ook eigenlijk op werk niet goed meer ging, heb ik ook gezegd, oké, ik moet naar de arbeidsarts. En die heeft me zoveel uur ziek gemeld. Maar werk zei heel erg, jij moet aangeven wat je nodig hebt. Ja, wat ik nodig heb, geen idee. Ik ben een soort van aan het overleven. En ja, daar is iemand heel erg ziek die, waar ik heel erg van hou. Dus mijn hoofd is ook niet zo goed die dan zegt, prima, dan wil ik geen crisiszorg meer doen. Of ga ik niet meer deze patiënt zien, de cliënt. Ik had bijna gedacht, ik had veel meer moeten zeggen tegen mijn werk. Ik kom niet of zo. Ik had dat veel meer willen doen. Maar ik voelde dat alsof het was ook zo heftig op werk dat ik dat ook niet zo makkelijk kon doen of zo. Maar terugdenkend dacht ik, ja, natuurlijk zeg je dan gewoon je baan niet per se op, maar zeg ik gewoon ik kom niet. Of je wilt het allemaal goed doen of je wil alles hoog houden en dat is uiteindelijk gewoon niet haalbaar. Dus ik dacht, nou dan ga ik liever weg en dan zie ik wel wat er gebeurt. Het voelde echt een beetje als opgeven dat ik dacht, oh ja, er gebeurt zoiets en er was ook nog corona en ik kan het niet allemaal combineren. Ik geef op of zo. Het uitputten maakt het ook zo zwaar, denk ik. En de onzekerheid, ik denk dat ziekte, dat heb ik heel geleerd, dat met mantelzorg ook, het kan zoveel wendingen krijgen of het is zorg afwachten en je moet heel erg gaan overgeven en dingen bijstellen. Dat als je telkens moeier bent, dat het ook minder makkelijk kan. Dat je denkt, oh wow, deze behandeling slaat niet aan, wat voor een perspectief hebben we dan? Dus het is, ja, je wordt steeds minder weerbaar. Ik denk dat dat het moeilijker maakt. De voorkant, laat zien. De opbeurkalender. Die hebben we toen gemaakt. Eigenlijk met alle mensen ook eromheen. Dus niet alleen maar wij als kinderen, maar iedereen die dicht bij jou staat. Als net voor de opname dachten we willen iets meegeven. Iets wat je kan opbeuren als je aan je infuuszak zit. Het was ook wel fijn voor mij om gewoon heel snel eigenlijk hier te zijn. Of je hebt me ook wel een keer gebeld dat je... Ik zit op de eerste hulp, want ik ben flauwgevallen of zo. En dat ik dacht, oh, ik ben daar om de hoek. Dus ik was meer de snelle erbij. En mijn zus was best wel de coördinator die dan allemaal mensen aan het inzetten was. Dus ik denk dat mijn zus ook heel erg mee bezig is geweest. Maar misschien minder fysiek hier kon zijn, omdat ze ook een dochtertje had die heel jong was. Maar mijn broer die kreeg eigenlijk niet zoveel ondersteuning van zijn werk. Die rijdt op de bus. En die man zei... Ik denk dat het een man is, ik heb hem niet gevraagd, maar ik denk het wel. Die zei van, oh, maar je zussen geven toch al, hebben zorgverlof, dan hoef jij dat niet op te nemen. Dus dat maakt het soms lastig en mijn broer heeft daar ook niet te hard aan getrokken, maar dat is ook zijn keuze, daar voelt zich niet goed bij. Maar we dachten, ja, we hebben echt alles nodig dat we het allemaal met z'n allen doen, ook voor gewoon het hele proces en voor mijn moeder ook. Het is nu minder urgent, maar ik denk wel dat het er juist in rustige vaarwater goed is om over te hebben. En dat het met mijn broer zo anders gelopen met zijn zorgverlof wat hij niet heeft opgenomen. Dat daar zit mijn zus en ik soms nog wel in. Zo van, hé, we gunden hem ook zo dat hij er meer kon zijn. Ik heb geen aanspraak gemaakt op een vergoeding of iets. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ook omdat ik dus er niet van wist. Ik ben echt best wel van geschrokken hoe ik zelf gevloerd ben en financieel even heel erg moest inhouden en dingen. Het kon allemaal wel, maar het is. Ik merk er nu nog steeds een beetje dingen van. Dus ik ben ook voorzichtig geworden. Ik heb nu een baan gekozen die heel voorspellend is. 9 tot 5, eigenlijk geen overwerken. Ik heb heel erg voor zekerheid gekozen. En misschien had ik dat wel helemaal niet gedaan. Maar dat heb ik nu gedaan, want ik ook weet, ik moet bijkomen van die periode die er was. Ik moet weer geld verdienen en niet weer uitvallen. En het gaat nog een keer gebeuren. Dus ik maak ook andere keuzes voor mijn werk, ja. Ik ga nu samenwonen met mijn vriend. Hij was eerst even hier, dus we weten hoe het een beetje ging. Maar nu ga ik bij hem in Noord wonen. Ja, ik hoop in Amsterdam te blijven wonen. Daar ben ik opgegroeid, maar we weten allemaal hoe vreselijk het is met huizen. Dus. Maar ik wil wel dicht ook bij mijn moeder blijven. Asin, die woont hier, die wil ook nog niet weg. En kijken of ik een gezin kan oprichten. dat is eigenlijk al het plan. Hanna is 30. Ze heeft een periode intensief mantelzorg verleend en past haar levenskeuzes aan op het feit dat ze ooit weer zal moeten zorgen.
Net als bij de zorg voor kinderen strekt haar mantelzorg zich uit over een behoorlijk aantal jaren. Daarbij heeft ze al lastige keuzes in haar werk moeten maken en zullen haar prioriteiten telkens verschuiven. Het gevolg is dat zij ook een aantal van haar dromen moet parkeren. 1 op de 3 vrouwen combineert betaald werk met mantelzorg en 750.000 mantelzorgers in Nederland zijn zwaar of zelfs overbelast. Dit komt onder andere omdat er weinig voor hen geregeld is. Net als Zora lijken Marcella en Richard bang om de overstap te maken naar kinderopvang vanwege de hoge kosten. Het gevolg is dat Marcella van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds bezig is om haar werk en zorgtaken te combineren. Mijn naam is Marcella Perwok, ik ben 32 jaar en ik heb een dochter van bijna 4 maanden, Isadora. Ik ben opgegroeid in Buitenveldert. Daar woonde ik met mijn moeder en mijn zus en mijn zusje. Ja, het was wel gezellig. Voor mijn moeder volgens mij best wel druk, 3 meiden. Ik heb me in augustus 2021 aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen bij Bijeen. Uiteindelijk ben ik het geworden in Stadsdeel Centrum en ben ik dus stadsdeelcommissielid. Ja, ik heb Richard dus in 2016 ontmoet. En toen ging ik net de schuldhulpverlening in. In 2019 was ik daarmee klaar. Ik ben in aanraking gekomen met de toeslagenaffaire. Toen zijn we naar maatschappelijk werk gegaan en toen werd me verteld van ja, je moet uit huis. Maar ja, waar ga je dan naartoe? Toen ben ik dus met 10 andere vrouwen heb ik in een vrouwenopvang gewoond. Ja. Ik werkte en ik studeerde. En dat was ook echt wat ik wilde behalen, omdat ik behaalde goede cijfers. Het was echt iets waarvan ik dacht, oh, dit vind ik fijn om te doen. Ik zat wel echt op mijn plek. Want toen kreeg ik nog een keer te maken met de toeslagenaffaire. Omdat de verandering van het wonen daar, ging weer iets mis met de Belastingdienst. Dus dat moesten ze uitzoeken en het duurde een jaar. Dus dan kreeg je geen inkomen, want dan bevriezen ze alles. Maar zo is het uiteindelijk dat ik op een gegeven moment na een paar maanden te horen kreeg van dat de rechter had besloten dat ik moest stoppen met mijn opleiding. Ik ben uiteindelijk de ziektewet ingekomen, omdat toen had ik een burn-out. En ik denk dat heb ik een halfjaartje volgehouden, dat ik ziek thuis zat. En al snel had ik zoiets van, ik wil eigenlijk wel iets gaan doen. Dus ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Nee, ze hadden van die flyers in de vrouwenophang. Dat was dan voor de organisatie. En toen ben ik me daarvoor gaan inzetten. En dat was voor jonge moeders die dat met thuisloos waren. En kinderen dus. En ja, mijn bevindingen waren eigenlijk dat beleid niet aansluit op praktijk. Soms, en met alle goede bedoelingen wellicht, wordt er beleid gemaakt omdat ze denken dat ze iets kunnen vergemakkelijken of whatever. En is dat in de praktijk, zorgt dat voor zoveel meer stress. En dat heel veel beleidmakers te ver afstaan van de mensen op wie ze beleid maken. Ik denk dat het systeem zo moeilijk wordt verwoord dat je het als gewone burger het bijna niet meer begrijpt. Ik denk dat dat sowieso een van de meest voorkomende problematieken is. De reden waarom ik de vrouwen op een gegeven moment ging vertegenwoordigen is omdat ze de brieven gewoon weg niet begrepen. En dat ze zeiden, Marcella, wat betekent dit? Ik snap het niet. Maar in ieder geval, ik zie dat ik weer wat moet betalen. In 2023 ga ik uit de ziektewet. De reden waarom ik eigenlijk alvast ben begonnen met werken is omdat ik dan de armoedeval voor kan zijn door nu al wat geld opzij te zetten. In het eerste jaar dat je weer gaat werken of dat je weer wilt deelnemen, zoals ik het noem, aan de maatschappij, dan vallen je toeslagen weg, krijg je weer je belastingontheffing, valt weg, waardoor je eerst heel veel moet betalen of weer een schuld opbouwt voordat je eigenlijk weer stabiel loopt. Als je dat eerste jaar overleeft, want het eerste jaar is gewoon zo stressvol. Zwaar zijn er verschillende petten en zwaar is alles waar ik geen rekening mee had gehouden. Ik ben voor het eerst moeder, dus in mijn hoofd was het een aantal maanden heel makkelijk te bedenken van oh, dan doe ik tussendoor toch wel even dit of dit. Een van de redenen waarom we niet meteen hebben gekozen voor kinderopvang is vanwege de kinderopvangtoeslag.
En dat er misschien wel weer iets mis kan gaan. En dan ben je verder van huis. En we zitten dus wel te kijken dat hij minder gaat werken. Daarom is ook de baan veranderd, de switch. Aan de ene kant denk ik fijn, omdat hij graag meer bij haar wilt zijn. En ook alles wilt meemaken. Aan de andere kant ook moeilijk, omdat... wat betekent dat voor hem? En dan betekent het ook wat minder geld. Is hij dan nog wel... Onderhoudt hij dan zijn gezin, zeg maar. Goed overeind. Over het vaderschapsverlof. Mm-hmm. Voelde je daar helemaal senang bij dat je dat ging opnemen? Ja, ja zeker. Ja, echt, echt. Heel veel vaders hebben echt mooie momenten gemist. En ik denk echt een connectie wel dat je mist. Echt een zo'n... Je mist toch een soort van start-up misschien. Ze probeerden wel eerst er minder dagen uit te krijgen. Ze probeerden nog een beetje op het oude akkoord te gooien van 3 dagen. Maar toen ik eenmaal zelf aangaf van ik heb recht op 5 weken. Je kan gewoon bij UWV aankloppen en zo. Dan hun betalen en dan noem maar op. Dus ik heb ze eigenlijk gewoon alles meegestuurd met hoe ze het kunnen regelen. En ik heb gezegd van ik neem 5 weken. En dat was toen was het ook wel goed gewoon. Ja, ik dacht als ik 5 weken met haar heb, gewoon zo helemaal... vrij, dan ben ik wel blij omdat ik dat heb gedaan. Echt, mocht er meer zijn. Nee, ze doet het echt super. Ik ben echt mega trots op haar. En ze gaat het zeker verschoppen. Zover als dat zij wilt. Ja. Het is heel raar, maar ik zie het raar genoeg als een soort van missie. Omdat ik nog steeds zie dat er heel veel dingen misgaan in beleid. En dat er echt mensen onderdoor gaan aan beleid en lijden. En ik het gevoel heb dat ik nou op posities ben, dat ik dat kan aankaarten en mensen ook luisteren. Dus ik heb een bepaalde verantwoordelijkheidsgevoel, wat ik mezelf denk ik heb opgelegd. Maar waardoor ik denk van ja, hier moet ik mee doorgaan. Dan is het ook 2023 en dan ben ik dus uit de ziektewet en ik hoop dat ik gewoon uit de ziektewet blijf. Dat ik er niet meer aan terug ga en dat ik mezelf volledig kan onderhouden. Eerst zei ik altijd, ik vind het gewoon goed als ik gewoon rond kan komen, maar daar ben ik eigenlijk helemaal van afgestapt. Ik ga gewoon bovengemiddeld verdienen. Zodat ik voor mezelf en voor haar eigenlijk, want dat vind ik heel belangrijk, een zo goed mogelijk leven kan opzetten. Richard was blij met de 5 weken verlof. Maar hierna kwam een groot deel van de zorgtaken weer bij Marcella te liggen. Hier komt bij dat Richard moeite had met het aanvragen van partnerverlof, dat sinds 1 juli 2020 is verlengd. Sindsdien hebben partners recht op 1 week 100% betaald en 5 weken 70% betaald verlof. Op de vraag hoe werkt het systeem, kunnen we dus antwoorden: ons systeem verwacht van vrouwen dat ze al vanaf de eerste periode het grotere deel van de zorgtaken op zich nemen en hun carrière tijdelijk opzij zetten, en van hun partners dat ze het brood op de plank verzorgen. Volgens mij valt er veel te erkennen en leren van deze verhalen. Een overheidssysteem zou er moeten zijn als basis waarvanuit elk mens verder kan groeien. Kansengelijkheid tussen vrouwen en mannen op het gebied van financiële vrijheid is essentieel. Als we echt willen dat vrouwen meer ruimte krijgen op de arbeidsmarkt, zal de overheid die ruimte moeten creëren. Als ik mijn kinderen kan laten zien dat het normaal is dat mama werkt en financieel onafhankelijk is, zullen zij dat ook meenemen naar de volgende generaties. Weet je toch, lieverd. Oh, knuffel, zo lief. Ik hou van jou, lieverd. Ik ga water. Ik hou ook van jou.